Wij van het Erasmus MC doen er alles aan om u de best mogelijke zorg te bieden. Juist ook nu het coronavirus er is. De veiligheid van u en onze medewerkers is daarbij het allerbelangrijkste. Daarom zorgen wij ervoor dat de zorg voor onze patiënten op een veilige manier door kan gaan. Besmette patiënten blijven gescheiden van andere patiënten. We hebben ons ziekenhuis nu zo ingericht dat patiënten en bezoekers op veilige afstand kunnen blijven van elkaar. Ook in de wachtruimte en bij de liften. Door het verdelen van de afspraken zorgen we dat er niet te veel patiënten op hetzelfde moment in het ziekenhuis zijn. Wij willen u graag de zorg geven die u nodig heeft. Uw zorgverlener kan beslissen dat het beter is uw afspraak te laten plaatsvinden als telefoongesprek of videoconsult. Wordt u of uw kind opgeroepen voor een afspraak, dan is het voor de eigen gezondheid belangrijk dat u en uw kind komen. Heeft u of uw kind klachten als neusverkoudheid, hoesten, kortademigheid of koorts? Neem dan van tevoren contact met ons op. Dan nemen we samen met u beschermende maatregelen. Wij vragen u of u zo kort mogelijk voor uw afspraak aanwezig wilt zijn. Er mag maximaal 1 persoon met u of uw kind mee. Volg de snelste route naar uw afspraak en verlaat het ziekenhuis direct na afloop van uw bezoek. Verder vragen wij u, houd overal 1,5 meter afstand en wacht even op elkaar als het nodig is. Was uw handen regelmatig met water en zeep. Raak uw gezicht zo min mogelijk aan. Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog. Gebruik tissues die u hierna weggooit en schud geen handen. De zorgverlener zorgt voor schone handen gedurende uw bezoek. Wij zorgen dat de ruimtes goed worden schoongehouden. Met al deze maatregelen werken wij samen met u aan veilige en verantwoorde zorg. Erasmus MC, voor een gezonde toekomst. Kijk voor meer informatie op www.erasmusmc.nl/coronavragen.